Hallo kijkertjes van de One Up Up, mijn naam is Jabber en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Pokémon Rival Lock met Kevin en Jabber. De vorige aflevering was spannend, voor mij. Ja, ik heb wel één zweetmomentje gehad toen mijn pet bijna neerging. Meteen. Maar jij gaat gelijk naar boven. Ja, ik ga ervoor. Echt? Ja. Ik ga eerst even iets doen trouwens. Wat ga je doen? Ik ga met je mee, want ik vertrouw dit niet. Ik ga dingen missen. Ik ga potions kopen, want ik heb het gevoel dat ik het nodig heb. Dat vind ik een goed plan. Ik ga eens met die andere cashier praten, want ik vind het zielig. Ja, volgens mij verkoopt hij kleren. Ja, hoef ik niet. Jammer, joh. Oh, ik kan maar 4 potions kopen, dan is mijn geld al op. Oké, is goed. Oh, echt? Ja, maar ik heb wel 4 potions. Oh jee, wat doe ik allemaal? Zo. Ik ook. Nou, maar ze zijn gekocht. En ik heb die eerste nog steeds niet gebruikt. Niet? Nee. Dus ik heb er nou 5 volgens mij, tenminste. Ah. Heb ik er 5? 6! Wanneer heb ik een 6 opgepakt? Ik heb geen idee. Ik ga eens heel even naar de IV's kijken van mijn... Wow! Waarom zo verbaasd? Mijn hoedhoed heeft voor zijn HP heeft hij 31 IV's. Echt? Echt waar. En voor zijn attack 28 en voor zijn special attack 29. Nou ja zeg, dat is supergoed. Ik ga niet over zijn defense en zijn speed praten, maar hij heeft 3 goede stats. Bij mij is het allemaal een beetje matig. Ik ga even naar Charlie kijken. Charlie is alles 15. Alles 15? Ja, dat is en Nidoran. Nidoran is pretty basic. Ja, bij mij zijn ze allemaal basic. Het is spijtig. Maar Pet is echt wel een grote jongen. Ja, ik heb het door. Gaat deze man me uitleggen hoe ik Pokémon ontvang? Nee, je kan er gewoon voorbij lopen. Oh, gelukkig. Maar is dit een nieuwe route, vraag ik mij af. Wacht, dat kan je op dit bordje lezen. Heel makkelijk. Route 2. Oh, je kan... Ja, dit is route 2. Het staat ook natuurlijk ook gewoon linksboven in beeld. Maar is waar wij links zijn geweest ook route 2? Nee, heet volgens mij ook iets van Road to Victory Road of zo, dacht ik. Ik ga kijken in mijn... Heb ik een Pokémon map? Ik weet het niet meer. Key items. Nee, ik ga mijn Pokémon map halen. Die moet je zeker thuis ophalen, of niet? Oh nee, dat is vet verlopen. Ik ga het niet doen. Nee, ik doe dat wel als ik fly heb. Ja, precies. Oké, maar zien we dit als een nieuwe route? Ja, ik wil dit, hier route 2 is een nieuwe route. Eerlijk gezegd, ik wil hier helemaal geen nieuwe Pokémon van. Ik ga toch kijken. En anders maak ik gewoon dood. Ga je voor een Rattata of een Spearow of ga je een Pidgey vangen? Ik weet het niet. Ik ben zeer benieuwd. Ik ook, en dat duurt erg lang. Dat is een... Boop, 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 een Nidoran. Wel een vrouwtje, maar het is een Nidoran. Ik kan hier ook een vrouwtjes Nidoran tegenkomen. Fuck die shit, ik ga ook kijken. Level 6, oh, wat nice. What the fuck? Oh, yo! Wat? Wat kom jij nou weer tegen? Het is Mewtwo. Het is een groene Pokémon met grote groene bladeren op haar kop. Huh? Oddish. Oh ja, die zit hier natuurlijk ook. Ja. Oh, jij lucky bastard. Ik heb echt fucking veel geluk. Ja, echt. Daar gaat mijn hele plan. Ik geef het eerlijk toe, want ik heb nu gewoon Absorb en Pack en Double Kick en alles. Nah. En voor Misty heb ik een gras Pokémon. Ja, tenzij ik win. Ik kan er van je afpakken straks. Oh, dat kan gewoon. Oh, dat is spannend. Want ik vind het leuk om je starter af te pakken als ik zou winnen. Maar ook weer, ja. Ja. Vind ik ook weer zo wat. Ik vind het juist wel leuk als we uiteindelijk allebei onze starter nog hebben. Ja, dat is wel waar. Ik liep 1 stap verder en nu kom ik een Rattata tegen. Ik ben oprecht blij dat ik die nu tegenkom. Dat snap ik. Nee, ga niet uit de Pokéball! Oh nee, maar ik heb er nog maar 1. En muis bijna... Nee. Oh. Nee, die gaan we wisselen. Hij heeft 1 HP. Ik hoop echt dat die blijft zitten. Zij heeft 1 HP. Ik gun jou die Nidoran. Oh, nee.
Ja, als ik hem aanval, gaat hij ook dood. Ja, gooi maar gewoon. Oh, nee. Ah, nee! Is hij eruit? Ja, en ik heb geen Pokémon meer. Oh, fuck. En ik heb... Kut, dan heb ik ook niks aan de volgende route. Ik had niet al mijn geld aan potions uit moeten geven. Je kan ze verkopen. Dat ga ik denk ik toch wel doen. Oh, wat gaat het slecht. Wat kut zeg. Oké, ik heb een vrouwtje. Ik heb een vrouw, dus vrouwtjes Oddish. Mm-hmm. Ik noem haar... Ik zou zeggen, zal ik kijken in de comments, maar misschien hebben kijkers door dat we dit direct naar de vorige... Nu al helemaal. Als je nu in de overworld zit, gaan je Pokémon dan dood als je loopt? Nee. Want ik zou het erg flauw vinden als muis me nu doodgaat. Na het gevecht. Is hij vergiftigd? Ja, al hebben we Squirtle ook. Volgens mij niet. Maar anders laten we dat niet tellen. Oké, dat vind ik goed. Gaat hij dood? Tot nu toe niet. Dus ik denk zie je het knipperen? Nee, je knipt helemaal niks. Oh, dan gaat het gewoon goed, denk ik. Ik dacht al, de eerste stapjes gaan goed. Ik noem het bloem, ik noem Oddish, dat wordt natuurlijk een soort bloem, noem ik Flora. Gewoon een lieve naam. Gewoon een lieve, normale naam. Gewoon even normaal doen. Ja, ik heb dus ooit echt toen ik, nou ik denk dat ik een jaar of 15 was, toen deed ik een Pokémon Fire Red serie. Ja. En toen vond ik het heel erg grappig om mijn Charmander pizza broodje te noemen. Pizza broodje? Ik snap niet wat er grappig aan is. Maar toen snapte ik niet waarom ik niet zoveel kijkers had. Nou, ik het wel snap. We waren wel allebei aan het lachen toen jij net pizza broodje zei. Ja, misschien was het wel gewoon een goede naam. Dat is wel waar. Maar ik denk, misschien zijn dat grappen die je pas snapt als je ouder bent. Dat zou kunnen. Even kijken, hoeveel pokeballs heb ik eigenlijk nog? 2. Ik ga gewoon even met iedereen, met elke NPC praten die ik tegenkom. Op hoop van zegen dan maar. Kom ik even kijken. Ja, ik hoef geen nicknames te raten. Ik ga eerst Paul trainen. Ja, waar moet ik in godsnaam Oddish gaan trainen? Vraag me af. Niet. Doe maar gewoon weg. Ja. Yeah. Die heb je niet nodig. Ik ga jou pesten. Niet doen. Ik ga lekker met Nidoran achter mij aanlopen. Dat vind ik niet leuk. Volgens mij kun je in dat insectenbos, waar ik trouwens nu naar binnen loop. Ik weet niet of jij daar ook bent. Nee, ik ben nog even in de Pokémon-markt. Ah, oké. Okay. Volgens mij ligt daar links in het gras een Pokéball. Of ergens omhoog. Dat is mogelijk. En dan hoef je volgens mij... Oh, dan moet je wel het gras voor hen. Ik ga naar die Pokéball lopen. Ik ga voor jou checken of dat een Pokéball is. En dan zie je ook gelijk of ik iets tegenkom. Ik ben zeer benieuwd. Er ligt een Pokéball. Links... Dat is mooi. Ik heb er sowieso één gekocht, want ik vind het handig om er eentje als backup te hebben. Ja, als je links loopt en dan naar boven, dan ligt daar iets in het gras. Dat is mooi. Want ik heb vrij lang geen kant al meer gespeeld, dus ik weet het allemaal niet zo goed meer. Oh, het spijt me zo erg. Wat dan? Jij hebt een Pikachu, hè? Nee! Dit is flauw! Ik snap niet hoe dit allemaal kan. Jij hebt het spel gehackt, hè? Ik snap er echt helemaal niks van. Oh. What the hell? Hoe kan dit? Ik begon zo goed tot ik Pokéballs kreeg. Oké, ik moet wel oppassen. Ik ga even mijn Squirtle vooraan zetten. Oké. Hij heeft heel wip gedaan, dus ik kan gedood worden nu. En dat wil ik niet met mijn Nidoran, absoluut niet. Dat snap niet. Ik heel goed. Ik ga dat Charlie gun ik je dan ook weer niet. Nee, precies. Ik ga Charlie inzetten. En wat ga ik even voor de Caterpie hiervoor? Een Oddish. Ja, het had erger gekund. Het is op zich chill, toch? Ja, maar ik heb al een water-Pokémon. Ja, maar Oddish is gras. Dat klopt. Ja, maar Oddish kan ook wateraanvallen leren. Dat is waar. Ik ga nu proberen in 3 Pokéballs deze Pikachu te vangen. Ik hoop stiekem dat het niet lukt. Oh, hij komt eruit. Ja, maar zijn catch rate is toch ook best wel laag? Ja, volgens mij wel. Ik heb nog maar 2 Pokéballs.
Ik kan me goed inzetten, pet, en dan hypnose doen, dan slaapt hij. Volgens mij helpt dat. Maar als Thundershock gedaan wordt op pet, dan is het klaar. Maar het helpt wel, dat klopt. Ja, oké, ik gooi gewoon nog een bal. Deze Ordis heeft 1 HP. Dus het zou in principe heel makkelijk moeten kunnen nu. Ik heb nog 1 Pokémon. Oh, gaat hij erin? Ja, Ordis is binnen. Oké, ik heb nog 1 Pokémon voor Pikachu. Ordis is een vrouwtje. Please, doe het voor mij, Pikachu. Doe het. Ga eruit. Ik heb hem! Ah, verdomme. De laatste Pokémon. Ordis heeft een HP-IV van 0. Hoe dan? Hoe dan? Oh, wat zijn de IV's van Pikachu? Ik ben zeer benieuwd. Oh, best basic. 25, ik heb wel een speed 23. IV van 30. En een attack van 29. Dat vind ik redelijk goed. Dat is op zich lekker. Maar hoe ga ik Ordis noemen? Oh, dat vind ik moeilijk. Hooikoorts. Oh, hoe ga ik Pikachu noemen? En ik ga meteen terug naar Pokémon Center. Ik noem Pikachu Sparky. Wat een lieve naampje zoek je nu uit. Ja, toch? Ja. Pikachu was ook gewoon level 6. Dat is best wel nice. Dat is best wel 5, dacht ik. Dat is best wel lekker. Dan ga ik nu naar het Pokécenter ook. En dan even met Nidoran trainen, denk ik. Want die kan pack. En dan kan ik al die Caterpies, en weet ik het allemaal, opvreten. Ik had ook graag met een Nidoran getraind. Het spijt me. Dat geeft niet. Jij kan er ook niks aan doen. Dat moet jou wel gegund worden. Jabber, wat vind jij? Ik loop achter je. Oh. Vind jij dat ik zeg maar deze Nidoran moet neerzetten? Of zou je zeggen Pikachu of Hoothoot? Ik ga gewoon weg. Waarom kreeg jij alle leuke Pokémon? Ik snap het ook niet. Want ik zat legit, ik liep dat bos en ik dacht, nee, dat kan niet. Ik kan niet ook nog een Pikachu tegenkomen. Maar ik heb echt een gevarieerd team nu. Ik heb Nidoran. Ja, jij wel. Maar wij gaan tegen. Ja, ik redelijk. Alleen die Rattata hoefde voor mij niet. Nee, precies. Ik bedoel, normal type, waar is normal type goed tegen? Wel tegen 1 ding, volgens mij. Normal is goed tegen... Ghost? Nee, nou. Ja, dan moet het geen physical aanval zijn, want anders raak je ze niet. Ja, dat is waar. Ik weet het niet meer. Volgens mij is normal echt goed tegen 1 type. Ja, en ik weet ook niet meer wat. Nee, ik ook niet. Ik heb net wat opgepakt, maar ik weet niet eens meer wat. Oh, Super Potion. Die heb ik natuurlijk al super hard nodig met mijn team onder de level 10. Lekker. Die vogel ik is... Kakuna tegen. Kakuna. Maar die vogel is nog maar level 4. En ik ga meteen al een trainer battle in. Oh. Ik pack iedereen in moeder. Jij bent niet bang? Ik zeker niet. Ga ervoor. Een naar bos, want ze doen allemaal harden. Dus als je een beetje pech hebt en bent aan het trainen met iemand die tackle doet en dat het redelijk langzaam gaat, zeg maar, dan ben je echt lang bezig. Je bent heel lang bezig. Ja, niet nu al poisonen, daar heb ik geen zin in, jongens. Heb jij Pokémon Let's Go gespeeld? Ja. Ik startte hem op, binnen een uurtje liep ik al in het bos en ik kwam meteen een shiny Weedle tegen. Oh, sick. Dat vond ik heel leuk. Ik vind het leukste spel om shinies op te hunten. Ja, klopt. Het is makkelijker omdat je ze ook gewoon ziet. Ja, maar dat vind ik ook juist leuker als je ze ziet. Ja. Oh nee, dit is gewoon Pidgey in het serven. Ik heb toen die Let's Go heb ik ingeruild om voor de tientje bij de Game Mania die Pokémon Sword te halen. Maar dat snap ik ook wel. Ja, ik ben daar een veel te erge collector voor. Anders had ik dat ook wel gedaan. Ja, ik ben niet zo. Nee, dat scheelt heel veel ruimte, kan ik je vertellen. Ik heb er ook geen kastruimte voor, denk ik. Alhoewel, ik heb gewoon een hele zolder, dus het had sowieso goed gekomen. Maar... Ja, ik moet het doen met mijn slaapkamer. Nee, ik heb nu een kamer erbij natuurlijk. Ik heb ook die Super Potion. Ik loop vlak achter jou, denk ik. Ja, ik mag zo alweer teruglopen. Loop jij hier tussen al die mensen? Ja, ik zit in een gevecht.
Ah, oké, oké. Alleen ik mag er zo weer teruglopen, want mijn discount Pidgey is poisoned. Ah. En ik heb daar geen items voor bij me. Door een Caterpie? Of heeft deze nee, eerste guy... Nee, hij heeft een Riddle. En die de poison sting. Direct. Dus dat is erg jammer. Ik vind het wel chill. We spelen natuurlijk wel weer een soort 2D-versie. Nadat Pokémon Sword natuurlijk qua graphics heerlijk was. Maar dat er wel nog gewoon iets van beweging en alles in zit met... Alle updates die Poké-MMO gedaan heeft. Ja, dat is Pokémon Black and White. Die hadden bewegende Pokémon sprites geïntroduceerd. En dus ook die 3D-gevechten tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Ja, ik vind het wel chill. Ja, ik ook heel erg. Ik speelde dit dus op school 2 jaar geleden. Drie jaar geleden, het eerste jaar. Alleen toen had ik het voor elkaar gekregen om een 3DS-emulator te downloaden en werken te krijgen. Toen dacht ik, ja fuck dit, ik ga gewoon een randomizer op een 3DS-game spelen. Snap ik, maar ze hebben hier best wel veel dingen toegevoegd. Ja, echt. Naar andere regions kan en zo. En, dat hebben ze heel goed gedaan. En dat marktsysteem, dat is ook heel chill. Mm-hmm. Ik speelde vroeger speelde ik Pokémon Krater. Ken je dat? Nee. Dat is echt het meest discount online Pokémon-spel ooit. Dat is echt gewoon... als je zeg maar zo'n... Je had vroeger heel veel van die hele lullige maffia-spelletjes. Waar je eigenlijk alleen maar op plaatjes moest klikken. Ja. Nou, dat was dit ook, maar dan met Pokémon. Oh. Het was wel gewoon echt een Pokémon-spel, maar je kon gewoon alles meteen doen. Je kon meteen naar gyms toe klikken. Het is echt heel simpel allemaal, maar ik heb het zoveel gespeeld. Ah, ik speel dus ook de Pokémon Trading Card Game gewoon af en toe. Echt? Ja. Ik heb dat 1 keer gespeeld volgens mij. Waarom is Pokémon gekeeld? Verdomme. Ik heb het 1 keer gespeeld, ik snap er helemaal niks van. Echt niet? Nee. Oh, ik vind het echt chill. Nee, ik was meer een Yu-Gi-Oh! Joh vroeger. Oh ja. Waar ik ook nooit echt mee won. Toen ik de tijd dat ik Yu-Gi-Oh! Speelde, toen was ik 10 of zo, dus ik kon geen Engels. En mijn neef, die was, die is 3 jaar ouder, die kon dus wel al wat Engels. Dus als ik met hem tegen hem aan het spelen was, moest ik hem gewoon vragen wat mijn kaart deed. Nou ja, tuurlijk dat hij liegt. Ja, maar sowieso. Ja, maar op een gegeven moment begon ik het te onthouden. En dan ze dan een ander potje een week later bijvoorbeeld speelde. Ja, nee, maar mijn kaart doet dit. Dus jouw beest is dood. Nee, dat is helemaal niet zo. Want hier staat dat hij dit doet. Nee, wat heb jij me verteld? Dan je, had trouwens... of... hm? Je had trouwens helemaal niet zo ver terug hoeven lopen. Want na de tweede trainer, waar je omheen kon lopen, maar dat meen je niet. Lag een antidote. Weet je wat ik vroeger had? Vroeger dacht ik altijd dat antidote, dat het zeg maar een antidote was. als kind. Ja, dat is een antidote. Dan blijf je leven. Dus dan gaf ik die aan mijn Pokémon. Maar ja, antidote. Hij ging niet dood. Nee, dat is waar. Maar het was wel een beetje dom. Ja, maar dat geeft niet. Ik sprak het woord quit vroeger uit als kuit. Altijd. Jongens, ik kuit ermee. Dat zei ik echt jaren. En mijn ouders maar lachen. En ik snapte dat niet. Wat is daar grappig aan? Ik spreek gewoon Engels. Tot je erachter komt dat je jarenlang gewoon het verkeerde woord gebruikt. En dat Ivar, snap je wel waarom er gelachen wordt. Ivar kan geen potion uitspreken. Echt niet? Nee. Waarom niet? Ja, bij die Harry Potter serie die hij deed. Dan moet je natuurlijk als Harry Potter ook heel veel potions maken. Ja. Maar hij sprak dat heel raar uit. Ik weet ook even niet meer precies hoe dat was, maar... Ik zei vroeger poison. Ik volgens mij zei hij potion en poison. Volgens mij zegt hij dat ook nog steeds. Maar voor mij waren die twee woorden... Dat was hetzelfde woord, punt. Mijn Nidoran heeft dubbelkick geleerd. Ik ben weer... Ik heb weer poisoned discount Pidgey. Hey. Ik ben het bos echt helemaal zat. Ga dan wel even level up. Doe dat dan wel. Ja, kijk dat dan wel weer. Hoe ver ga ik mijn pal nog laten levelen met Nidoran? Vraag ik me af. Wanneer evolve die ook alweer? 16, dacht ik. Ja, volgens mij wel. En als je dan de Moonstone hebt, kun je direct weer laten evolve. Ja, maar dan moet ik sowieso al Brock verslaan. Maar ik zit even te kijken hoe ver ga ik hem voor Brock trainen. Hij is nu level 9. Hij kan double kick, maar ik denk dat dat nog niet genoeg is. Ik denk dat ik het heel zwaar ga krijgen in het bos. Ik denk het ook. Want nou zijn het 2 Pokémon gepoisoned. Oh nee!
Ga jij gewoon je eerste dooi al krijgen? Ja, ik ben er bang voor, hoor. Oh, dan ben ik blij dat we geen Sol Link hebben gedaan, maar Rival. Ik vind het toch eigenlijk stiekem wel jammer. Muis, muis, we gaan niet dood. Wij zullen leven. Oh, maak hem alsjeblieft neer. Oh, Weedle is dood. De tweede Weedle onderhand. Muis, muis, maar is level up. Discount Pidgey, niet. Ik zie Jabber gewoon hier staan. Kan ik jou spectaten? Volgens mij. Oh, wat heb ik gedaan? Heb ik morgen wat gedaan? Oh, we gaan even naar Jabber kijken. Muis, muis, me. Oh, ik ben helemaal in paniek. Squirter, you can do it. Oh, ik ga jou gewoon heel veel succes wensen. Ik ga Dank gewoon in de aflevering doen. Even kijken. Kan ik hier links al? Nee, ik ga eerst nog naar boven. Er is nog een trainertje volgens mij. Oh, of niet? Koele gaat het harder doen, hè? Ja, nee, dit gaat zo lang duren zo. Ik ga mijn orders maar een beetje trainen. Die kan ik ook wel gebruiken bij Brock. Dat is een heel goed plan. Want we mogen maar 2 Pokémon gebruiken bij Brock. Oh ja, dat is waar. Nou, niet dat het bij mij heel veel uitmaakt, maar... Nee, ja, ik ga Nidoran gebruiken 100% met Double Kick, maar... Ja. Een Absorb zou dan ook fijn zijn. Joh. Ja, water is helemaal niet goed tegen insect Pokémon, toch? Gewoon normaal, volgens mij. Maar dan had ik dat eigenlijk veel beter kunnen doen dan 100 keer tackle. Holy shit, deze Caterpie is fucking beast. Wat dan? Nou, hij maakt Pet gewoon bijna dood. Echt? Bijna een one-hit KO? Ja, wat is dit? Charlie, even verbranden. Waar lag die antidote? Voorbij de tweede trainer, gewoon op het pad. Oh, daar waren we op de weg. Op het pad. Ja. Die krijgt vogel. Muis, muis, maar die heeft time-out nu. Die krijgt pauze. Om terug te lopen. Die krijgt pauze. Precies. Oh, hè? Oh, dan wordt hij ook meteen geheeld. Dat is een normale game, niet zo? Door antidote? Ja? Huh? Ja, ik weet ook niet waarom, maar ik vind het helemaal goed. Is het toch een antidote? Het is zeker een antidote. Bugcatcher Anthony. Hé, een Caterpie, die vind ik veel leuker. Nou, maar is het die Caterpie van level 8? Want die heeft bij mijn pet bijna kapot gemaakt. Nee, deze is gewoon netjes level 7. Oh. Maar die staat wel bij mij, toch? Ik ben daar bovenin. Ja, die heeft wel een Caterpie van level 8. Ja, nee, die gooit er inderdaad nu in. Oh nee, lekker. Maar ik ben al een beetje gedamaged. Nou, oh, nee. Ja, precies. Oh, ik moet naar de Pokécenter. Ik ben nu gewoon een beetje bang. Welk level was je Pet? Pet was level 6. Oh, kut. Squirter. Ik ga naar het Pokécenter en ik heb natuurlijk van die paar trainers wat geld gekregen. 600. Oh ja, tuurlijk. 600 is niet zoveel. Dus ik kan er misschien wel 2 Pokéballs van halen. Ja, nee, daar kun je er 3 van halen zelfs. Want die heb ik nodig. Want na dit bos heb je natuurlijk dat ene veldje. Ja, klopt. En daar... Kan ik een nieuwe Pokémon vangen? Maar dat is ja, niet zoveel spannend, toch? Nee, volgens mij alleen Spearow, Pidgey. Oh. Maar ja, het kan je backup zijn. Stel, in de Pokémon League ga je dood, dan heb je die Pidgey dat nog achter de hand. Oh, Discount Pidgey is level up. Hé, ik wou Discount Pidgey inzetten. Wat is dit nou? Ik wil hem niet gaan wisselen tijdens het gevecht. Ja, dat wilde ik trouwens ook net zeggen. Van, als je een Pokémon dood hebt, dan komt gewoon de volgende. Jojo, je dat kan niet leuk. Nee, precies. Dus dan krijgt die Pokémon die je wil trainen alsnog damage. Ja. Squirtle is onderhand level 10. Chill. Dus die gaat mooi snel. Lekker, lekker. Hoeveel Pokéball heb ik nog? Nog 1. Ja, dan ga ik ook wel een paar bij halen. Jij zegt het woord Pokéball en ik liep alweer bijna bij het Insectabos. En toen dacht ik, oh ja, kut. Ik ging naar de shop. Dat was het hele ding. Ik ging naar de shop, maar toen ben ik naar het Pokécenter gelopen en weer terug. Ik vond het een hele goede... toevoeging aan de games dat ze de Pokémarkt en het Pokécentrum samen gefuseerd hadden in 1 gebouw. Ja, inderdaad. Hebben ze volgens mij echt pas bij X en Y gedaan. Ja, klopt. Ik kan 3 Pokéballs kopen. Dat heb ik dus ook gedaan. Hoeveel Ducaten heb ik momenteel? Ik heb 764 Poké-eurotjes.
Huh? Dan heb je meer dan ik. Hoi, Jabber. Hallo. Doei, Jabber. Dag. Ik ga kijken of ik in deze aflevering nog het bos uit ga komen. Ik hoop het. Want ik ben het bos nu alweer helemaal zat. Ja, dat is ook niet de leukste route. Dat nee, bos. Ik vind het zo saai. Je kan de Pikachu tegenkomen, maar die kan zo klein. Ja, en als ik hem tegenkom, dan heb ik er niks aan. Oh. Maar misschien wordt het jou gewoon nu in het begin gegund, maar word ik gewoon alleen maar nu in het vervolg gemapt. Dat zou gewoon kunnen. Ik hoop het. Zo, dan heb ik 4 Pokéballs. Ik vind het goed zo. Ik ga deze kant op. Beedle, hallo. Ik heb geen zin om met jou te vechten eigenlijk. Oh, Beedle is zo kut. Die doet alleen maar Poison Sting. Ja, ik wil gewoon eigenlijk even met een trainer vechten. En dan krijg je ook meer experience voor, naar mijn idee. Klopt. Oh jee, ik liep hoog het gras in. Een beetje, dat is goed. Ik wou hier nog niet het gras in. Aan het einde van die route moet je ook gewoon overal het gras in. Dat is zo jammer. Ik sla deze gewoon lekker over. Het is of weer een Beedle van level 6, of het is diezelfde die mij achtervolgt. Ik denk dat hij achterna zit. Kom hier, lul. Ik vind het ook zo lame, want er stond Can't Escape. En dan word je toch even geraakt door die Poison Sting voordat je dus wegkomt. Dat ik denk, ja, flauw is dat. Dat doen ze erom. Tuurlijk. Oh, deze heeft een Metapod. Ik had vroeger als kind, dan ga je natuurlijk nadenken. Hoe werkt zo'n Pokémon? Hoe komen die Pokémon weer uit als je ze probeert te vangen? En ik had toen de magische conclusie bedacht. Als je een betere Pokémon koopt, dan is het oppervlakte aan de binnenkant gladder. Dus is het moeilijker voor hun om weer bij dat knopje te komen om hem weer open te maken. Dat zou zomaar kunnen. Dat vond ik een heel leuke mini-theorie die ik ooit bedacht. Ja, dat zou gewoon goed kunnen. Oh, Caterpie slaapt lekker. Dan kan ik misschien met Pet een Pokémon verslaan. Oh, ik hoop gewoon heel erg dat ik in één keer door dat gras heen kom, want dat lukt me ook verrassend vaak. Oh, jij loopt nu achter mij, of niet? Ik moet hier toch vechten? Oh, ik hoefde hier niet te vechten. Ik heb het zelf gedaan. Dan sta je bij die trainer waar ik ook sta. Ik heb ook met hem geluld. Ja, maar ik vind het ook niet zo erg, want ik wil gewoon die XP pakken. Ja, precies. Is belangrijk, toch? Is hartstikke belangrijk, Adnifo. Oh shit, ik moet wel opletten. Pet gaat gewoon neer hier. Echt? Potion. Ik heb Metapod gewoon in één hit gewoon zijn half HP afgenomen. Dat is altijd goed. Ik zie het mij ook wel gebeuren dat ik zeg maar verkeerd klik en dat mijn pet nog 5 HP heeft en dat ik mijn potion aan orders geef per ongeluk. En dat ik dan gewoon gedood word. Dat zou ik wel heel grappig vinden. Dat zou echt iets voor mij zijn. Caterpie, het gaat nog goed. Zodra die Weedle in het veld komt, heb ik er al geen zin meer in. Oké. Oh, maar Discount Pidgey begint wel ook echt sterk te worden. Caterpie neer. En hij is level 8. Kijk. Ja, bij mij gaat het wat langzamer deze trainer, want ik ben hem aan het tackelen. Een Metapod. Dus je weet hoe snel. Ja. Maar ja, ik wil die Pet gewoon even trainen. Want ik kan wel weer een Charlie inzetten, maar... Ja, en mijn Discount Pidgey had gewoon direct pack. Dus dat is ideaal. Oh ja, dat werkt wel. Nee. Hij doet harder. Shit. Ja, ik ga hierna ga ik orders even trainen. Want voor de tweede gym ga ik daar heel veel baat bij hebben. Ja, en bij de eerste kan het ook wel een lekkere tweede Pokémon zijn. Of ga je gewoon Squirtle en een random iets? Nee, ik hou orders erbij voor de zekerheid. Want ik ben altijd bang voor die Onix. Altijd. Ja, met Bite. Mm-hmm. En Rock Throw. Ja, helemaal kan killing. Kan niet, Jan? Ja, dat dacht ik wel. Oh, het ligt een potion hier beneden. Chill. En een stuk mos waar je niks mee kan. Ook lekker. Daar kan je wel wat mee trouwens. Echt? Wat dan? Ja. Volgens mij kun je daar, als je een Eevee hebt, met een bepaald item een Leafy krijgen. Oh, dat vind ik cool. Maar not sure. Ik vind het wel heel leuk dat als je er met dat ding praat, dan staat er ook bij, it's pleasant to touch the mask. Dat vind ik leuk.
Jij staat daar zo, pet, zo een beetje. Even 100 keer over dat mos heen aaien. Ja. Weedle van level 9, doe normaal, joh. Die trainer? Ja, die laatste. Oh, shit. Ik probeer hier nog een metapod van level 7 kapot te krijgen, maar hij doet harden. Oh, dat duurt heel lang. Oké, hij is neer. Lekker. En de Weedle is ook neer. En hij deed nou eens een keer geen poison sting. Nou had ik het minder erg gevonden, want ik ben toch aan het einde. Discount Pidgey is level 9. Jij bent aan het einde, ik nog niet. Maar we zijn wel op de 30 minuten, dus... Ja, weet je... Eigenlijk, het is natuurlijk ook een race. Dus jij bent er net uit, ik net niet. Dus eigenlijk moeten we na deze trainer gewoon stoppen. Ja, dat is goed. Dat is wel het eerlijkst. Ik sta bovenaan het gras. Ik ben klaar. Ik heb rust. Oké. Ik ben bijna klaar. Je kan mij... Oh nee, je kan mij niet spectaten, maar je ziet mij niet, of wel? Anders kun je mijn klikken. Nee, dan moet ik gas weer in duiken. Oh. Dat zou ik niet doen. Nee. Dat zul je net zien. Dan gaat het dan ineens helemaal de mist. Ja. En ik wil het ook nog even spannend laten welke Pokémon ik dadelijk tegen ga komen. Ik ga wel even spieken wat daar ook alweer voor gras zit. Misschien dat ik denk, oh ja, dat zat erin. Volgens mij kan je dat zien, inderdaad. Hier zit... Oh nee, dat... Ja. Want nu zijn alle Pokémon die normaal exclusive zijn gewoon... Die zitten er allemaal nu gewoon in, neem ik aan. Ja. Dan kan je ook een Bellsprout vinden hier, volgens mij. Oh. En ik vind Bellsprout leuk. Victory Bell. Precies. Even kijken, kan je dat ergens zien? Jezus. Ja, of je, ik denk dat je daarvoor gewoon die kaart moet hebben. Zelfs met Pack gaat deze metapod amper dood. Ja, die heeft natuurlijk al een miljoen keer harder gedaan. Ja, niet normaal. Nee. Ik laat Ordish eruit. Hooikoorts, loop achter me aan. Ik dacht vroeger dus altijd dat metapod, zeg maar, dat uitsteekseltje, dat zijn neus was, dat hij altijd met zijn rug naar je toe gedraaid zat. Dat is toch ook zo? Nee, want volgens mij, als je op mijn game kijkt nu, want ik zit tegen weg, heb je zeg maar zo'n oog en dan naar de kant die naar mij toe kijkt een neusje en een mondje zo naar beneden. Ik ga de twee wangetjes. Nee, volgens mij, want dat dacht ik in de serie dus zo, dat inderdaad dat hij met zijn neus naar je toe staat. Dat het eigenlijk gewoon een soort maan is, een boze. Oh. Ik ga het zo opzoeken. Wild locations. Okay. Oh, dat kun je gewoon allemaal nu al zien. Mijn dingetje is ook klaar. Dus oh, ik ben nog niet de bos uit. Oh, ik zie je daar staan. Hi, Jabber. Ik sta hierboven. Hallo. Hi. Heavy. Hallo. Hi, hoe is het? Ik wou hier tussen gaan staan, lukt niet. Ja, goed. Rustig. Uit het bos bijna en zo. Nee, ik nog niet. Ik moet nog een stukje. Een klein stukje nog. Maar dat is iets voor de volgende keer. En ik denk zomaar dat wij in de volgende aflevering de eerste gym gaan verslaan. En dan ook onze eerste rival battle hebben. Dat gaat spannend worden. Met een mogelijke trade. Ik ging er heel zelfverzekerd in. Het is nou na het eerste uurtje toch wat minder geworden. Ja, ik heb goede hoop. Maar ja, je weet het nooit. Nee, dat is waar. Het kan zomaar bij één trainer met een ratata met hyperfang kan het in één keer omslaan. Ben je zo drie Pokémon kwijt. Ja, dat is zeker waar. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En voor de rest mag Jabber afsluiten, want waarom doe ik dat eigenlijk? Is toch jouw kanaal? Dankjewel voor het kijken naar deze super leuke video. Kevin, heb jij het naar je zin tijdens deze race? Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik ook heel erg. Ik vind het echt heel leuk om te doen. We keken er ook al een week naar uit om gewoon op te gaan nemen. Dat maakt het ook alleen maar leuk, want dan ga je elkaar ophypen. Ja, precies. Ja, ik geniet hiervan. Mensen, bedankt voor het kijken. Zet in de reactie welke nicknames je wil zien. Wie vind jij, welke Pokémon vind jij dat ik aan Kevin zou moeten geven en van Kevin af zou moeten nemen na onze eerste Rival Battle? Laat het allemaal weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Doet niet iedereen. Ik ben zelf ook schuldig soms hoor. Gewoon lekker doen. Mensen, bedankt voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer.